De 44-jarige Rob is een echte Brabantse Bourgondier. Naast zijn passie voor eten is hij druk met zijn hobby's vissen, modelkermissen bouwen, presenteren voor de lokale televisie en radio maken. Het klinkt misschien allemaal wel druk. En mensen vragen dat ook wel eens aan mij, van heb jij nog wel eens tijd voor jouw gezin? Nou, ik kan jou zeggen, alles is gebaseerd op een goede planning. Peter. Zo, laatste keer, jongen. Afvallen. Nee, ga ik weer. Ja, over een weekje pas dus. Doe nog maar eerst lekker een supertje speciaal. Ja. Dat is een dubbel frikandelbakje, zeg maar, waar twee frikandellen in kunnen. En dan hebben ze één frikandel. Daar doe je friet omheen, opgooien. En dan de saus die je wilt, lekker speciaal. En dan is het heerlijk. Dan pak je zo'n bakje vast. Ik even visualiseren. En dan pak je zo'n stengeltje. En helemaal krom, zeg maar, van de saus. En dan lekker. Als ik dit dan zo eet, dan denk ik van, waar ben ik aan begonnen? Zo lekker. Hij eet ook heel veel wat ik niet zie. Hij zit natuurlijk veel op de weg. En dan zie ik wel eens in de auto dat hij weer bij een benzinestation is geweest. En daar weer wat gehaald heeft. Vanmiddag eet ik dit. En vanavond nog een keer. En dan is de televisie s'avonds nog een keer. Of een kroket of een frikandel. Soms vanochtend als nog iets over is, dan eet ze dat gewoon op. Ja, bijvoorbeeld als ze dan op vrijdag, of we hebben dan donderdag spaghetti gegeten. En dan bewaart papa dan die spaghetti uit en die doet ze dan vrijdag bij de friet. Ja, jij bent bang. Rob wordt regelmatig door zijn omgeving aangesproken op zijn gewicht. Maar eigenlijk wil hij daar niks van horen. Ik heb heel veel moeite met gezag. Als mensen tegen mij zeggen, Rob, je moet dit, je moet dat. Dan bouw ik een soort van blokkade op van, ja, wacht even, vriend. Als hij het dan in zijn kop heeft, heeft hij het niet in zijn kont. Nou, even zal ik eens kiepen. Ja. Ja, maar eens. Ja. Hey! Oh! Meestal is het gewoon heel luid. Dan gaat hij gewoon s'avonds ook op de bank tv kijken en al. Dan zit hij gewoon bij de hele dag op de bank of hij zit boven te werken. Dan zit hij tussen de middag aan een frietje, maar dat hij dan gewoon een boterham eten of een salade of zoiets, weet ik. Ja, altijd een kipfilet, hè? Hij is wel gezond. Ja, toch? Super. Rob merkt wel degelijk dat zijn leven op deze manier niet door kan gaan. Als ik veel gegeten heb en ik lig s'avonds in bed, dan heb ik ook wel eens moeite met ademen als ik echt een vol gevoel. En dan denk ik ook wel eens van, jongen, je moet er echt iets aan doen. Maar dan sta je op de volgende dag en dan voel je eigenlijk weer hartstikke lekker. Dat zijn buik in de weg zit en ja, dat is voor hem zelf heel belangrijk. Ja, en verder wat ik gewoon heel belangrijk vind, is gewoon voor zijn gezondheid. En we willen hem natuurlijk nog lang in ons midden hebben. Dat kun je zelf, hè? Doe maar pas. Is dit een mossel? Ja. Wat is dit eigenlijk? Vlees of is dit vis? Ik wil ook mijn kinderen opzien groeien. En dat mooie leven, zeg maar, wat ik heb met eten en zo, dat is wel mooi. Maar ik geniet van hun, maar ik vind hun moeten ook van mij kunnen genieten. En nou gaat het nog goed, nou ben ik nog gezond. En nou wil ik ook aan hun laten zien, van jongen, papa die is ook mee bezig om met jullie lang te willen gaan leven en niet aan mezelf denken.